Goeiedag iedereen te Oost-Vlaanderen, Sint-Niklaas. Dus wat ik ook regelmatig gebruik is mijn elektrische volfiets. Dus hier even bij de hand. En opnieuw ook wel het belang van die oplaadpunten. Kijk, ik ben hier nu aan een oplaadpunt. Dus ik ga je fiets gewoon opladen. Rechtstreeks hier. Of eventueel ook je batterij achterlaten in de locker. Even boodschappen gaan doen. En dan kom je hem terug halen. Dus het werkt via dit systeem hier. En dus ook twee stopcontacten aanwezig. Dus dat kan gewoon dicht. Je doet dan je code. En je bent vertrokken. Bon, zoals nu bij mij. Ik heb nog een kleine 30 minuten te laden tot een volle lading. En dan kan ik terug verder. Bon, aanvullend zie ik er dan ook wel opnieuw. Als je dus net geen volfiets bij hebt. De elektrische step hier ter beschikking. Ze staan overal in Sint-Niklaas. Ja, ook in andere gemeenten zoals Antwerpen. Hè. Dus via de applicatie kan je die ontgrendelen. Ben je vertrokken, het voordeel. Je laat hem achter aan een dropzone of meer bepaald. Ja, dropzone, er zijn vele locaties, vrije locaties. Dus dat je hem gewoon kan achterlaten op straat. Je moet hem niet meesleuren, dus ook een zeer goede oplossing. En dan ook zie ik verder de elektrische deelfietsen. Zo, die staan hier. Heel wat fietsen ter beschikking. Daar ook opnieuw de uitleg via de applicatie, hoe dat je het moet gebruiken. Ja, is natuurlijk ook bijzonder praktisch. Dergelijke fiets, via de applicatie. Ontgrendelen, een digitale portemonnee. Je pakt de fiets hier, je bent vertrokken, je zet hem dan af aan het station eventueel. Dus het is allemaal wel bij de hand. En zoals je ziet, er zijn voldoende fietsen ter beschikking. Zo, ik heb hier ook even de applicatie bij de hand voor de elektrische deelfietsen. Dus ik kan hier voor het één uitkiezen. Zie ik hier Johnny, nog 43 kilometer bereik. Ik klik erop en ik kan hem nu ontgrendelen en dan via mijn digitale portemonnee betaal ik feitelijk bij aankomst, dus dat ik de fiets terug plaats, dus de digitale dropzone, en vanaf dat, dus dat de fiets gesloten wordt, stopt de teller in principe en wordt direct verrekend.